Jeroen Kiekman, de trainer van FC Eibergen. Ja, ik denk als je een ontevreden trainer bent van twee in Vriezen van Meadow in de laatste wedstrijd van de pool. Ja, matige wedstrijd. Ja, zeker matig. Teleurstellend van onze kant. Niet goed gespeeld. Goed werk aan de winkel nog steeds. Het moet echt beter. Ja, de eerste 10 minuten had je misschien wel 1-2 aan de voorkant staan. Maar dan is het Meadow, want door nonchalant verdedigd op een 1-0 voorsprong komt hier. Ja, nou ja, kijk, we laten ons dan toch, we laten ons eigenlijk gewoon twee keer verrassen. En dat is gewoon niet goed te praten. Dat wordt aangegeven in de rust en voor de wedstrijd en toch gebeurt het. Ja, na de 1-0 achterstand, 5 minuten later is het Bjorn ter Haar met afstandsschot, meter of 30 via de binnenkant paal, een beetje lucky, maar dan trek je het stand maar weer gelijk. Ja, nou ja, nou goed, kijk, ik vind na een paar minuten moeten we al 2-3-0 voor staan en dat gebeurt dan niet. En in het vervolg trekken zij zich terug rond de 16 en zijn wij gewoon niet bij machten om de boel uit elkaar te spelen. Ontbreekt creativiteit, combinatievermogen. Er ontbreekt gewoon te veel om zo'n tegenstander pijn te noemen. De laatste paas was ook niet altijd zuiver. Klopt helemaal. Ja, en aan het begin van de tweede helft kom je wederom op achterstand. Door wederom Job de Mulder, die allebei de doelpunt van zijn rekening nam. Ja. Slimme voetballer. Ja, daar wordt moeilijk mee. Ja, een rappe gozer, doelgericht. Ja, maar goed. Nogmaals, wij laten ons twee keer verrassen en als je zelf niet bij machten bent om het uit elkaar te spelen, dan krijg je deze uitslag. Ja, de oefencampagne was wisselvallig. Je verliest ruim van Ruurlo, gelijk speelt in Vios, je weet te winnen van HMC. Vorige week win je van, Bonne. Ja. Ja, en dan vandaag verliezen. Ja. Hoe, volgende week mag de eerste tegenstander in de competitie Unison. Ja. Hoe ga je de competitie in? Nou, niet nerveus worden. Hè. Kijk, ik weet wat die jongens kunnen. En het moet gewoon beter dan vandaag. En dat gaat ook gebeuren volgende week. Daar ben ik van overtuigd. Jeroen, bedankt voor je nabeschouwing. En veel succes volgende week in Unison. Dankjewel. Ja.